DNA geeft geld terug. Luca en Marta de beste. En Stibula. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. Bijna elke dag is er wel een groep ergens in Suriname die acties voert voor een beter loon. Vaak zonder direct succes. Leden van het parlement kregen laatst een verhoging die velen van hen niet wilden. En toch kregen zij die. Veel personen in Suriname hebben er moeite mee dat parlementsleden een verhoging hebben gekregen samen met de duizenden ambtenaren. Veel assembleeleden willen die verhoging ook niet. Ja, we hebben gezien dat de voorzitter van het parlement, de eerste onder de gelijken, alvast het goede voorbeeld heeft gegeven door te zeggen ze geeft 11.000 terug aan die samenleving. Dus voor de andere parlementariërs, als het zover is, wat je weet van zoveel is je verhoging, dat je echt teruggeeft. Je moet het echt teruggeven. En hoe je het wilt teruggeven, dat bepaal je ook zelf met de mensen. Van oké, dit is wat ik wil doen. Ik wil het voor sociale projecten, maar deze sociale projecten wil ik het geven. Dus ik denk dat wel iets moet zijn dat wij moeten doen. We zijn het verplicht naar het volk toe. De vergoeding van de DNA-leden en het loon van ministers is volgens de wet gekoppeld aan het loon van ambtenaren. Als die een verhoging krijgen, krijgen de parlementariërs dus ook een verhoging. Er komt misschien straks een wet die dat gaat veranderen. Als je weet dat je die verhoging toekent, dan is dit en dit en dit ook een consequentie daarvan. Omdat daarmee verbonden dat is en daarmee verbonden dat is en daarmee verbonden dat is. Dan moet je dat hebben overzien en zeggen van jongens even stop. We gaan die akkoord tekenen maar nog niet. Laten we dit loskoppelen, laten we dat doen, laten we dat eens goed bespreken. Laten we tot een vergelijk komen, toch? En dan gaan we dit afzonderen. Regering, parlement, dat afzonderen. En dan geldt het voor dit deal. Dan was er niks aan de hand. Als nu bleek dat de bezoldiging van een interieurverzorgster 845 SRD is per maand, dan is het grosje. Het is gewoon niet kunnen. Dus ze verdienen wel op papier 1400, maar dat komt doordat er bijkomende zaken bijkomen. Maar hun bezoldiging blijft 845. Dus als dat alles zou wegvallen, zouden ze gewoon 845 SRD verdienen. En dat is een schoonmaakster die werkt voor de staat Suriname. Dus ik zeg dat kan niet. En wat ik ook voor wil pleiten, is dat we gaan richting een goed systeem, zodat die schoonmaaksters ook een goed pensioen krijgen. Want we weten dat ze geen pensioen krijgen, ze krijgen meer een soort vergoeding, een onderstand. En dat is ook voor die schoonmaakster die zoveel jaren heeft gewerkt, 345 SRD, voor sommigen 250. En dat is echt geen geld. Vandaag hebben de parlementariërs voor het eerst gesproken over het wetsvoorstel. Hoe snel de wet wordt aangenomen is nog niet duidelijk. Maar zowel mevrouw Etnel als meneer Rathipal willen dat alles nu voor eens en voor altijd goed geregeld moet worden. Ik hoop dat wij allen tot het inzicht kunnen komen en een vergelijk kunnen komen met elkaar van luister, dit is het wat het moet. En dat we inderdaad gaan werken daarnaar en iets bereiken wat draagvlak heeft in Zambia. Het moet veranderd worden. Het moet veranderd worden, maar het moet ook goed veranderd worden. Want niet elke verandering hoeft direct te leiden tot positieve ontwikkeling. We moeten ervoor zorgen dat niet wanneer die loskoppeling, wanneer die ontkoppeling komt, weet je van oké, het is niet meer zo, dat plotseling wij ook zelf gaan bepalen hoe onze loonsverhoging eruit moet zien. Dus dat moet ook wel zo goed geregeld zijn, dat niet het zo gewoon wordt bepaald. Er moeten duidelijke systemen zijn van hoe de verhogingen worden bepaald. Want kijk, soms kunnen we zeggen het moet ontkoppeld worden en het moet zo. Maar wanneer je vrij bent om zelf je ding te doen, dan weet je dat het soms ook heel anders kan gaan. Standbeeld van Mandela in VN-gebouw en Luka Modric en Marta zijn de beste voetballers van de wereld. Deze berichten vandaag in ons kortnieuwsblok. Voor het eerst in 10 jaar is de prijs voor de beste voetballer ter wereld niet gegaan naar Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Niemand anders dan de Kroaat Luka Modric heeft de monopolie van Ronaldo en Messi verbroken. Modric, die als aanvoerder met Kroatië de finale van het WK in Rusland haalde, kreeg de meeste stemmen en nam maandagavond in Engeland zijn prijs in ontvangst. Hij versloeg aanvoerder Ronaldo van Portugal en Mohamed Salah van Egypte tijdens de verkiezing. Luka Modric won in mei met Real Madrid voor de derde keer de Champions League en speelde daarna een heel goed WK. Hij werd ook uitgeroepen tot beste speler van dat toernooi en beste speler van Europa. Bij de vrouwen ging de prijs voor beste speler van 2018 naar de Braziliaanse Marta Vieira da Silva.
Zij won de onderscheiding voor de zesde keer, meer dan elke mannelijke voetballer. Marta, zoals ze in de hele wereld bekend staat, is een levende legende en volgens velen is er geen enkele vrouw die beter heeft gevoetbald dan haar. Wat Marta zo bijzonder maakt is de strijd die ze moest aangaan om als meisje te kunnen en mogen voetballen. Om zijn 100ste jaardag te herdenken is er een standbeeld van de ex-Zuid-Afrikaanse president en mensenrechtenstrijder Nelson Mandela onthuld. Het standbeeld staat in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, Amerika. Bij de onthulling van het beeld maandag zei de secretaris-generaal van de VN, Antonio Guterres, dat Mandela de hoogste waarden van de Verenigde Naties uitdroeg, namelijk vrede, vergevingsgezindheid, medeleven en menselijke waardigheid. Het is voor het eerst dat er een standbeeld van een persoon staat in het gebouw van de VN. Nelson Mandela overleed in 2013 na een leven van strijd, lijden, vergeving, overwinning en verzoening. Hij streed in zijn jonge jaren tegen de onderdrukking door de blanke machthebbers van alle niet-blanken in Zuid-Afrika. Voor zijn verzet zat Mandela 27 jaar in de gevangenis totdat hij in 1990 werd vrijgelaten. In 1994 werd hij gekozen tot de eerste zwarte president in Zuid-Afrika. Mandela wordt in de hele wereld gerespecteerd en er staan daarom van hem op honderden plekken op aarde standbeelden, borstbeelden, schilderijen en tekeningen. De vakantie is haast voorbij. Ja, zo snel gaat de tijd als je lekker vrij bent. De jongeren van de omgeving Latour konden vrijwel de hele vakantie door leuke en leerrijke dingen doen op een voor hun bekende plek. Latour is een buurt met veel jongeren. Daarom hadden de mensen van de stichting Buurtwerk Latour, Stibula, een heleboel activiteiten voorbereid om de vrije tijd in de vakantie nuttig te besteden. We zijn naar CIC geweest, STVS. Gisteren zijn we naar Bosbivak geweest, was heel leuk. Ik ben gaan zwemmen. Ik was naar Dinantijn gegaan. Daarna moeten we naar Palmantijn gaan. En daarna hadden we spaghetti gekookt. Ik ging naar zwemles. Ik was naar Dierentuin gegaan en nu moet ik naar Palmantuin gaan. Kinderen zijn creatief en dat moeten ze uiten op welke manier dan ook. Er zijn een heleboel activiteiten geweest en ze hebben wel een creatieve expressie gehad, maar dat was meer op papier en zo knutselen met papier en dat soort dingen. Maar ik denk dat cupcakes decoreren, dat is niet zo bekend. Ze hebben dat niet echt eerder gedaan, dus we dachten eraan van ze houden van cupcakes, dus waarom niet cupcakes decoreren? Ook in de laatste week van de vakantie valt er genoeg te doen in Stibula. Vandaag bijvoorbeeld mochten de jongeren zelf een cupcake decoreren. Flavor en Grace lieten zien hoe het moest. Ik vond het heel leuk om cupcakes te decoreren. Ik vond het leuk, want daar hebben we toch iets te doen. Ik vind het echt heel mooi. Een echt mooie decoraties. Mooie cupcakes van iedereen. Ik zou thuis wel cupcakes willen decoreren, ja. Ga thuis toch proberen om cupcakes te versieren. Ik denk dat ik thuis cupcakes ga decoreren. Ja, het is mijn eerste keer dat ik cupcakes heb versieren. De rest van de laatste vakantieweek blijft creatief en spannend als je lid bent van Stibula. De activiteiten worden wel verplaatst naar de Palmentuin. Iedereen zal volop moeten genieten, want over een paar dagen begint de school. En de 10 minuten zijn om. Slaap lekker voor straks en tot morgen!